straat, menselijke maat in de rechtsstaat. Ik heb wel een paar keer moeten oefenen. Prachtig. We zijn er natuurlijk trots op dat wij in Den Haag die regeringszetel zijn en mogen hebben. Hart van de democratie en een internationale stad van vrede en recht. Vorig jaar is in Moerwijk een wijkrechtbank gestart. Dat gebeurt op meer plekken in Nederland, waar heel veel mensen dicht op elkaar wonen. De wijkrechtbank buigt zich over familie- en burenruzies of overlast op straat. Over mensen die anderen tot last zijn. Daar gaat het niet in de eerste plaats om wie heeft gelijk en wie krijgt straf. Het gaat om de vraag hoe zorgen we dat mensen hun leven weer op orde krijgen en straks weer normaal met elkaar omgaan. En hetzelfde idee steekt achter de jongerenrechtbanken die op 2 Haagse middelbare scholen zijn gestart. Kleine vergrijpen en ruzies op school pakken de leerlingen zelf op. In dit Prinsjesfestival verkennen we nieuwe mogelijkheden. Brengen we de staat en de straat een beetje dichter bij elkaar. Wat mij betreft kan het Prinsjesfestival 2024 in al zijn variëteiten beginnen. Heel veel succes, heel veel plezier. Vier de democratie. Dit jaar is de keuze van de jury gevallen op een politicus die het afgelopen jaar of de afgelopen tijd zich heel zichtbaar heeft gemaakt op de kernwaarden van onze democratie. En die heeft hij ook uitgedragen. En niet zozeer met grootse betogen over democratie en rechtsstaat, maar juist door de waarden daarvan actief in de praktijk te brengen. In een tijd waarin er inlegvelletjes in regeerakkoorden nodig zijn om de grondslagen van de democratische rechtsstaat te waarborgen en velen de mond vol hebben van het belang om te luisteren naar de kiezer, viel ons juist de man op die dat gewoon doet, in plaats van het alleen maar te beloven. Ons oog is gevallen op Hans Velbrief. Mijn ervaringen in het Gronings Gasdossier hebben geleid tot voor mij nieuwe opvattingen van wat van bestuurders en politie wordt gevraagd in deze tijd. Het is geen geheim dat het vertrouwen van burgers in de politiek laag is. En een van de leuzen waarmee ik campagne voerde, een jaartje geleden voor de laatste Kamerverkiezingen, was: vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Mijn analyse is dat herstel van vertrouwen niet in hele grote dingen zit, maar in relatief kleine veranderingen in ons gedrag als politie en bestuurders. Wanneer je als overheid tegen je eigen burgers in hoger beroep gaat, zoals gebeurde in de Groningse schadeafhandeling, gaan mensen je niet vertrouwen. Ik ben Hans Velbrief, ik ben Tweede Kamerlid voor D66. Maar ik was daarvoor, was ik staatssecretaris, die is bezig met Groningen, met name. En ik heb net de Prinsjesprijs gekregen voor mijn inzet op dat hele moeilijke punt. Ik heb daar verteld over net in mijn dankspeech hoe belangrijk het is om goed te luisteren naar mensen. En dat mij enorm geholpen heeft in Groningen. En ik hoop dat dat ook wat breder gaat doordringen in Den Haag. Ook de komende dagen als we weer richting Prinsjesdag gaan. Want ik denk dat in heel veel moeilijke dingen dat burgers veel meer ideeën hebben en veel betere ideeën hebben dan politici denken. En dat moet je serieus nemen. Dus dat hoop ik, ja. Hetzelfde gedaan in Groningen door naar Groningen toe te gaan en door daar heel veel te spreken met mensen. Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Als meer politici dat zouden doen, als het moeilijk wordt, dan gaat dat denk ik enorm helpen. Als het eenvoudig was, dan kon iedereen het, zeg ik altijd. Dus natuurlijk is dat moeilijk en natuurlijk is het juist zo dat het gaat om een bestuurder. Moet natuurlijk belangen afwegen. Maar het punt is vaak dat wij proberen te besturen te veel op afstand van mensen, waardoor we niet goed doorhebben wat voor mensen echt belangrijk is. Dat is de kern van wat ik zeg. Wat gaat u doen met Prinsjesdag? Ik heb als Kamerlid, moet ik ergens zijn, namelijk bij de opening van de Staten-Generaal. Dus daar zal ik zijn. Ik zit in de zaal met mijn dochter, die hier ook is. Hoi, mijn naam is Anna Velbrief. Ik ga dit in Prinsjesdag mee met mijn vader, Hans Velbrief. Gaan wij naar de opening van het nieuwe politieke jaar. En wat het voor mij betekent is, voor mij persoonlijk is het gewoon heel leuk, omdat ik mijn vader kan zien in zijn werkomgeving. Het is een viering van de democratie en dat vind ik ook heel leuk om een deel van te zijn. Op Prinsjesdag ga ik, hoop ik, genieten van prachtig weer, van heel veel mensen die genieten van
de opening van het parlementaire jaar. Ik ben 's ochtends ben ik bij de mensen die achter de schermen van alles regelen en de hele stad mooi maken. Ook zorgen dat het veilig is, de hulpverleners. Dan ben ik in de kerk voor een ecumenische dienst. Dan ga ik volgens mij naar de ridderzaal om de troonrede te volgen. En heb ook nog overleg en gesprek met de G4. De vier grote steden, de burgemeesters zullen er zijn. En daar zal ik mee spreken en ik word voorzitter van de G4. En dan zijn er 's middags nog en 's avonds nog allerlei ontvangsten. En volgens mij heb ik 's avonds ook nog het Prinsjesdagconcert. Volle dag dus. Weet u, als ik opsta ga ik eerst zwemmen. Dat doe ik trouwens op Scheveningen. En ik denk dat ik op Prinsjesdag, dat is toch weer een soort andere dag. Maar eigenlijk, meestal sta ik soms gewoon vrolijk op. En Prinsjesdag is dan niet zo bijzonder dat ik soms denk, hé, Prinsjesdag. Heb ik meer met Vlaggiesdag eerlijk gezegd. Wat vond u van de nieuwe haring? Dit jaar uitzonderlijk goed. Ik vond hem vorig jaar gemiddeld, was hij ook wat later, hè. Maar nu vond ik hem echt heerlijk. Maar dat helemaal terzijde. Nu eerst Prinsjesdag. Ik ben Rent, de burgemeester van de Rodel van dit jaar. En voor mij betekent democratie niet het nadenken over wat democratie betekent, maar actie ondernemen. Prinsjesdag is waarop we eigenlijk een dag waarop we mogen veren in democratie leven. Hallo allemaal, ik ben Mirza Jalsjen. Ik ben lokale burgemeester van Maandurendam. En ik vind dat wij als Nederland geluk hebben dat wij in een democratie zitten. Wij behoren tot een van de elite democratie. Ik vind het best wel mooi in Nederland dat we hier zo bij stilstaan, eerlijk gezegd. Dat we zo bezig zijn met die democratie dat we daar een hele dag voor hebben. Eigenlijk een hele week hier. Ik ben Sam Welwicht, de zoon van Hans.